En hier weer een aflevering van De Straat op de Haagse Markt. Heerlijk. En vandaag gaat het over waterschapsverkiezingen. Waterschap. Ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik op moet stemmen. Maar ik ga het wel vragen waar de mensen op gaan stemmen. Waterschap, onthouden. Jij hebt nu nog voor waterschapbelasting. Waterschapverkiezing. Ja, dan gaan we moet je volgende week voor naar de stembus. Ja. Gaat u? Ik ga zeker stemmen. Wat op wie? Ja, op wie, dat is heel onbeleefd. Dat heb ik vroeger van mijn ouders geleerd. Hè. Maar wat is waterschapbelasting? Want ik weet, of verkiezing. Ja. Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het niet hoor. Ik zeg het eerlijk. We betalen alleen geloof ik, maar al voor weet ik niet. Ik weet wel dat het iets voor de dijken en zo. En voor de, weet ik wel, ja, voor water in ieder geval. Maar ik moet gewoon allemaal dekken. Dus jij hebt ook niet verder als laatste school gehad. Hey, ik heb leeg oog gehad, maar dat ben ik vroeger vooraf school. Dus dat maakt niet uit natuurlijk. Nee toch? Heb je ook niet meer. Nee, maar weet u het nou eigenlijk wel, wat de waterschapsbelasting is? Nou, waterschapsbelasting weet ik wel, want dat betaal je. Maar ik weet niet wat die waterschapsverkiezingen inhouden. Waar stem je dan voor? Op wie moet je stemmen? Want ze hebben gezegd dat ze tonnen al geld hebben gegeven om bekend te maken wie ze zijn. Ja. Ik weet het niet, weet u het? Nee, geen idee. Ik heb wel een bezwaarschrift ingediend. Oké, waarvoor? Waterschapsbelasting. Oké, hoe te veel of hoezo? Nou, wij wonen in een oude pand, 1896, en daar wordt de waterleiding. Gaat via mijn winkel naar mijn huis. En ze vonden dat de winkel te veel water gebruikt. Want dan zit je weer, dat is wel heel ingewikkeld. Maar dat heb ik dat toegewezen gekregen. Maar na 4 jaar dachten ze, ik ga het maar weer eens indienen. Zal die meneer eens aanstaan? Dus anders heb ik helemaal de telefoon aan. Maar voor de rest, we weten helemaal niks van waterschap. We weten dat de duiken... Maar waarom nou stemmen dan? Ja, ik vraag het juist aan de mensen op de markt. Want ik weet het zelf eigenlijk ook niet. Ik weet dat het voor de duiken is. Nee. Ik weet, en ze hebben heel veel geld erin gepompt om bekend te worden. Ja. Maar niemand kent ze. Ik zou meer denken van een landelijk politiek die daarover beslist. Over waterschap. Ik weet dat je met die microfoon gewoon naar binnen moet. Vraag hun te weten. Ik ben het wel geweest, maar zijn we afgegooid. Nee, heel leuk gekheid hoor. Nee, maar dat is wel met de provinciale staten toch misschien zo niet. Ja, provinciale staten. Dan moet je op een landelijke partij gaan stemmen. Terwijl het provinciaal moet het geregeld worden. Ik bedoel, wat voor invloed hebben die landelijke politieke partijen nou op de provinciale staten? Ja, ik weet mijn wel. Nee, maar dat bedoel ik. En dan wordt er gezegd, we hebben miljarden die hebben ze overschot van geld. En dan wordt er door een andere wordt er verteld van dat we willen tot er maar in de huizenmarkt werd gestopt, of weet ik veel wat. En dan denken we eigenlijk, ja, dan komt ze en daar, dat wordt weer omhoog, maar ze hebben miljarden legging. We worden allemaal aangeknepeld bij de jongens en ik. Dus ga je stemmen? Ik ga niet stemmen. Ik ga wel stemmen om mijn stem om geld op te maken. Oké, dus je gaat stemmen om je stem om geld op te maken? Ja, dat zeggen ze toch. Dat blijft lachen. Ja, maar ik word er wel een beetje... Hè? Europees en je weet het zelf wel. Ik weet het allemaal, maar ik wil het graag aan jullie. Ik vind het leuk. Hey, fijne dag vandaag. Hoi, hoi. Bedankt, hè. Hoi, hoi. Of je gaat stemmen erop? Nee. U gaat niet stemmen? Ik doe niet mee aan politiek. Helemaal niet aan politiek? Helemaal niets, nee. Ook geen waterschap? Uit mijn overtuiging. Uit de overtuiging? Ja. En u stemt helemaal nooit, ook landelijk? Nee, landelijk niet. Ik ben politiek volkomen neutraal. In elk opzicht. Mag ik ook vragen wat voor overtuiging dat is? We zijn Jehovah's getuigen. Oh, Jehovah's getuigen. En dan mag je niet stemmen? Mogen niet, dat willen we ook niet. Nee. Oké. Okay. Ja. Nou, dat wist ik niet. Nou, dan heeft u nog wat erbij geleerd, hè? Ik ben nooit te oud om te leren. Kijk, onze partij, dat is Gods Koninkrijk. Jezus Christus is de koning. Maar die zit niet in de politiek van deze wereld. Oké. Okay. Dat we geloven dat politiek, je wordt door Satan gestuurd. Dat zijn... machten die uitgaan naar de heersers van de hele wereld, zegt de Bijbel. Dus daar moeten we heel veel vanaf blijven. Ja. Oké, dus niet stemmen. Niet stemmen. Oké, okay. Ook zo, hè? Oké, okay, ja. Dag. Ik heb zo'n flauw vermoeden dat mijn cameraman de duivel is. We krijgen geen normaal antwoord vandaag.